Elk jaar is er dus een open momentendag, tweede weekend in september. Dus traditioneel getrouw, traditiegetrouw doen we dat elk jaar hier. Dit jaar is het duurzaamheid. En duurzaamheid ook dus wat klimaat betreft en energie. Maar ook duurzaamheid wat betreft het hergebruik van de oude gebouwen, industriële erfgoederen. Dat die dus een functie krijgen. Dit ook, dit terrein. Je hebt dus die gashouder, dat is een mooi voorbeeld. Die zou afgebroken worden omdat er is geen steenkoolgas wordt er meer gemaakt. Maar we hebben hem nu hergebruikt als een soort theaterzaaltje. Dus dan heeft hij weer de duurzaamheid en blijft hij ook bestaan. Het is een rijksmonument geworden. En dat geldt voor alle gebouwen hier op het terrein. Die kalkovers ook, die waren ook aan het verpauperen. Nou, die hebben ze dus weer, hebben we allemaal weer gerestaureerd. En een functie gegeven, zoals dat leshuis, dus die oudheidkamer, de turfschuur. Dus expositieruimte. Nou, op die manier proberen wij dus het industrieel erfgoed te behouden. En die boodschap wilden jullie ook overbrengen op deze dag aan het publiek? Ja. Dat willen we deze dag overbrengen aan het publiek. Dus we hopen dat er heel wat mensen komen vandaag. En over het algemeen, het lijkt weer redelijk gunstig. Dat er veel mensen komen en dan worden ze rondgeleid. En dan kunnen ze varen met een bootje. Daar ligt een schip die helemaal authentiek is, een turfschip. Op die manier proberen we dus dat hier op dit terrein te doen. Maar daarnaast hebben wij dus als oude gemeente Averreest met Ballenbrug, Dedersvaart, gezamenlijk een programma gemaakt met een fietsroute. Door het hele gebied. Je gaat hier in Dedersvaart kun je hier terecht. Je kunt naar de Tuin en Mierenhuis, het Landbouwmuseum. En in Ballenbrug kun je naar de Molen de Star, naar Ommerschans, naar de Reeskerk. En zo kun je het hele gebied dus verkennen. Is er ook nog een beetje belangstelling voor, van de jeugd voor dat soort activiteiten? Nou, dat hopen we. We hebben in dit geval bij ons hier oude spelletjes, oud-Hollandse spelletjes. We hebben wat duurzaamheid betreft. Hier een tafel met allemaal kleine bouwpakketjes. Om dus van een bootje en een vliegtuigje met een zonnecelletje. Dus in kun je elkaar zetten. Als kind zijn, dan mag je ook meenemen met een zonnecelletje. Dus dat je dus geen verdere batterij hoeft te doen. Maar dat je daarmee dus kunt varen en mee vliegen met zo'n vliegtuig. Dus historie, het verleden en de toekomst worden hier gecombineerd, als ik het zo goed begrijp. Ja. Kijk, wij zijn voor de geschiedenis, maar ook voor de toekomst. Om die toekomst te behouden en ook om dit te behouden, want daar gaat het natuurlijk ook om. Als je dit wil behouden, zul je ook mee moeten denken naar de toekomst toe. Het gemeentemuseum van de gemeente Hardenberg of het stadsmuseum. Was u bekend met het monument in Dedemsvaart? Nee, daar was ik niet mee bekend. We zijn hier bij toeval langsgekomen. Maar het is echt de moeite waard om te bezoeken. Ja, zijn er dingen die u zijn opgevallen? Nou ja, natuurlijk die branders hier. Die. Ja. En ik ben binnen geweest in de gaskamer en daar hebben jullie een heel mooi podium gemaakt. Het is echt klasse dat het ook is behouden. Veel geleerd, ja. Ja. Waar komt u vandaan als ik vraag? Ik kom uit Bilthoven. Oh ja. Dus nu weet u een heleboel over kalkovens en hoe het veen en de kalk destijds werd bewerkt en verwerkt. Precies. En ik weet ook dat ik nog weer een keer terugkom, want ik ben hier maar 2 dagen en dat is wel een beetje kort. Wat heb jij allemaal gemaakt op deze Open Monumentendag? Een molen. Een molen. En dat is wel een mooie molen. En wat zie ik daarbovenop? Wat is dat? Een zonnepaneeltje. Dus als je het molentje in de zon zet, wat gebeurt er dan? Gaat hij draaien. En heb je dat helemaal alleen gemaakt? Nee. Opa heeft een beetje geholpen. Ja. Ja, klasse hoor. Bedankt. Veel plezier ermee. Ja.